kan haken. We gaan vandaag aan het lentetruitje een mouw haken. Ik vond het nogal koud, dus ik dacht, ja, ik probeer het gewoon. Of je er ook een mouw aan kan. Ik krijg wel eens naar de rand te horen van, ja, kan je er ook even mouwen aan uitleggen, aanmaken, uitleggen. En dat is niet zomaar even gebeurd, maar ik dacht, weet je wat, het is toch wel mooi weer voor de achter de ramen, zo moet je het zeggen. Achter het glas is het mooi weer. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Nou, iedereen kan haken. Duimpjes omhoog, abonneren. Het is echt gewoon helemaal geweldig, gezellig. En alle reacties kun je hieronder, de link, of tenminste hieronder is een ruimte, daar kan je invullen. Wat je wil vragen of een opmerking. En ik probeer altijd zo vlug mogelijk te antwoorden. Of via Facebook, Instagram, alles. Ik ga dus een mouw aan het lentetruitje haken. En het lentetruitje, kijk. Dit is dus de mouw. En het patroon, dat loopt ook gewoon helemaal door. Als je zo ziet, dan zie je niet het verschil. Kijk, ik heb hier nog allemaal draadjes aan hangen. En hij is wel al aan elkaar gehaakt, een stukje. En hier, deze kant, hier ben ik nog niet zo ver, zie je? Hier moet ik nog het armschat maken. Maar ik ga het dadelijk heel rustig uitleggen. En ja, het is hetzelfde patroon. Dus als je het patroon kent van het lentetruitje, dan kan je er ook mouwen aan zetten. En ik zal je zo vertellen wat je nodig hebt. En dan ben ik zo terug. Tot zo! Je hebt nodig haaknaald nummer 5, een schaartje, steekmarkeerders, een stopnaald en een centimeter. Kijk, dit is de mouw waarvan ik deze opening nog niet gesloten heb. En aan deze kant heb ik de mouw, de opening hier, gesloten. Het meten van de mouw, dat doe ik aan de helemaal rondom. Ik meet dus mijn bovenarm. En ik ga dadelijk, en ik zal het taak nog een keer uitleggen hoor. Dan zet ik aan de onderkant, dus je meet je omtrek van je mouw. En de bovenkant is het breedste. En dit wordt gewoon aan in één koker doorgehaakt. En dat gebeurt ook aan deze kant. Je kan ook de schelpjes tellen, hoeveel schelpjes of waaiertjes, die kan je ook tellen. Maar daar zet je dus dan, hier zet je een steekmarkeerder in. En ik ga het zo nog makkelijker uitleggen hoor. En dan haak je in één stuk door je mouw. En hoe lang dat jij hem wil hebben, ja, ik zal de afmeting hier nog onder de video zetten. En kijk, dit is heel mooi al afgewerkt. En ik heb ook een leuke methode hoe dat je dit het beste dicht kan naaien. En dan heb je een hele leuke mouw aan je lentetruitje. En ik zie je zo weer terug. Tot zo! We gaan nu beginnen aan de mouw van het truitje. En het truitje, dit is al gefilmd en het staat in de link hieronder. Dus als je het truitje af hebt, dan kan je dit filmpje bekijken. En ik leg het uit vanuit een klein voorbeeldje. Maar ik zal dadelijk ook nog eventjes de mouw laten zien. Ja, ik begin dus van de bovenkant. En ik zet een steekmarkeerder hierbij, even deze wegleggen, bij de oksel. Dus je hebt nodig je steekmarkeerders, die pak ik er even bij. Je pakt 2 steekmarkeerders en je meet je bovenarm op. En bij mij is het maatje M, ik heb 30 centimeter, maar maatje L is 5 centimeter meer. Dus 35 centimeter omtrek
en maatje XL is 40 centimeter omtrek, zie je? Dan krijg je gewoon een grotere mouw. Je meet vanaf de schouder en dan meet je de helft van je mouwomtrek. Dus ik had 30 centimeter en de helft is dus 15 centimeter. Dat meet je en daar zet je je steekmarkeerder in. Dus de helft of de hele omtrek, dat kan ook. Maar in ieder geval, ik meet vanaf de schouderlijn. En dan zet je een steekmarkeerder in en daar tegenover zet je ook weer een steekmarkeerder. En dan pak je nog een steekmarkeerder en dan steek je deze twee aan elkaar. En zo heb je je, kijk, dit is een klein voorbeeld hoor, en dan heb je je mouwomtrek. Dus de helft van je mouwomtrek of van je arms, bovenarm, die meet je. En daar zet je je steekmarkeerders in en pas later gaan we die opening hier, die okselopening, die gaan we dadelijk sluiten. Maar ik pak eventjes een nieuwe draad en mijn haaknaald en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Dan pak je weer een nieuwe draad. Je kan ook met dezelfde kleuren doorgaan, dan moet je zelf eventjes je bolletje nakijken tot welke kleur dat je wil hebben. Dan kijk, deze is bijvoorbeeld lichter, dan laat je, rol je hem gewoon af totdat je een beetje bij die kleur bent en dan blijft de kleur ook mooi doorlopen. Je maakt een nieuwe opzetlus, je steekt je haaknaald erdoor, je pakt je steekmarkeerders en daar, die heb je dus op het einde van een waaiertje, daar steek je gewoon in, je haalt je draad van de achterkant en je haalt je draad op, omslaan en door twee lussen en dan zit die draad lekker vast. Omdat je een nieuwe toer begint, begin je met 1, 2, 3 lossen voor het eerste stokje en 1 lossen voor de ruimte. En dan kan je gewoon dit patroon weer vervolgen. Dus je begint weer met, oh, en ik zit hier aan de goede kant van het werk en daar moeten we even opletten. Ik ga even dus aan de binnenkant weer verder haken, eventjes weer openzetten. Zie je? Want je haakt altijd vanuit de verkeerde kant van je werk om die schulpjes te kunnen krijgen. Maar als je eerst de video kijkt van het truitje, dan weet je dat je aan de verkeerde kant van je werk verder haakt. Nu haal ik deze twee steekmarkeerders er gewoon uit, want ik heb de armsgaten heb ik al gemeten en ik heb natuurlijk ook deze steekmarkeerder de mouwen of ja de opening zeg maar dichtgemaakt en ik heb nu 3 lossen en 1 losse opgezet. En we kunnen nu bij deze volgende hier, dit is ook een opening, hier gaan we dus even kijken wat we nu moeten doen, want we gaan gewoon het patroon vervolgen en je moet gewoon goed aan die binnenkant haken. Ik zet hier nu 1 vaste in die opening bij het waaiertje volgens het gewone patroon en hier kan je dadelijk weer de nieuwe toer beginnen. Dus daar zet je nog even een steekmarkeerder in. Dat is altijd handig. En zeker als je dezelfde kleur probeert verder te haken, dan is het wel handig dat je een steekmarkeerder gebruikt. Dus we hebben net 3 lossen en een losse gedaan. En dan 1 vaste voor het waaiertje. En dan gaan we nu weer met 1 losse, want dat is het patroon, dan gaan we weer het patroon vervolgen en we zetten 2 reliëfstokjes. 1 2 1 losse, we slaan deze over en we zetten weer 2 reliëfstokjes. En 1 losse.
En dan komen we weer bij het patroon en we zetten op die vaste een vaste en een losse. En we maken weer twee reliëfstokjes. 1. Twee, één losse, eentje overslaan en zo maak je je hele mouw af, tenminste je hele toer met de reliëfstokjes. Op die vaste weer een vaste, één losse. En weer reliëfstokjes. Een losse. Deze slaan we over. Twee reliëfstokjes. Een losse. Een vaste, een losse. En we zijn bijna bij het begin van de steekmarkeerder. Een stokje of een reliëfstokje. Twee reliëfstokjes. Een losse. Deze slaan we over en in de vierde een reliëfstokje en in de vijfde een reliëfstokje. En nu zijn we bij de steekmarkeerder. We zetten nog even een losse. En die steekmarkeerder betekent de nieuwe toer. Ik zie dat ik dadelijk even een nieuwe steekmarkeerder moet pakken, want deze is gebroken. En we halen door met een halve vaste. En dit is al je eerste toer van je mouw. Ik heb even een klein voorbeeld gepakt om het uit te leggen. Nu gaan we weer 4 lossen doen. 2, 3. Ik pak even een andere steekmarkeerder. 1, 2, 3. Zo. 1 losse. En nu gaan we de toer met de waaiertjes doen. En dan gaan we dus hier in deze eerste, daar gaan we weer een waaiertje zetten. Van 5 stokjes. Twee, drie, vier, vijf en een losse en een vaste hier tussen de reliëfstokjes in, een losse en weer de toer met de 5 waaiertjes. Je blijft dadelijk in één rechte koker je mouw maken. 4, 5. Ik heb nu een klein voorbeeld, omdat ik dan sneller rond ben. Een vaste. En een losse. En je kan je waaiertjes dus blijven tellen, dat je wel gelijk blijft, zodat het ook in één koker of in dezelfde breedte blijft lopen. Eén, twee, drie, vier, vijf en een losse. En weer een vaste en een losse.
En hier zet je weer een waaier in. Van 5 stokjes en een losse en een vaste en een losse. En dan kom je weer bij de steekmarkeerder aan. Dat is je nieuwe toer. Je sluit dus de toer met een halve vaste. In de derde losse, je haalt je draad op door 1 en door de volgende en je begint weer een nieuwe toer met 4 lossen en je begint dus weer op die waaier hier en je maakt weer relief stokjes. En je blijft gewoon op je waaiertjes haken, zodat je hoeft nu niets te meerderen. Je blijft gewoon je patroon vervolgen, want het moet gewoon recht naar beneden lopen. Het zijn maar 2 toeren. En je hebt natuurlijk het truitje al af, dus je weet hoe het patroon loopt. Ja, ik hoef je nu niet meer uit te leggen hoe je de toer moet eindigen. En dan is dit dus, wordt dus je mouw. Zie je? En die maak je dan gewoon zo lang als wil je korte mouw kan ook. Je maakt hem zo lang als dat jij hem wil. Je haakt gewoon aan 1 stuk door. En dan ga ik je dadelijk uitleggen hoe je deze opening het beste kan sluiten. Tot zo. We gaan nu het armsgat, de oksel gaan we sluiten. Dus je pakt je stopnaald en je maakt een beetje lange draad, want ik weet ook niet hoe lang jouw oksel die naad wordt. En dan ga je aan de binnenkant van je truitje ga je de oksel dicht maken en je hebt natuurlijk zo, je legt hem zo neer dat je dus deze kant onder hebt en dan leg je hem dadelijk zo neer, maar dan aan de binnenkant, want het moet natuurlijk aan de verkeerde kant zijn. Dus je klapt hem zo dubbel en je houdt hier het midden, dit het midden van je oksel, zo leg je hem plat neer. Dus deze steekmarkeerder is dus het midden van de onderkant. En dan kan je nog om te helpen zeggen ik begin hier, maar ik begin gewoon aan de zijkant. En je pakt je stopnaald en je haalt je draad door en je pakt netjes 2 lusjes als dat lukt. En zo maak je je oksel dicht en dan zul je zo zien
Je kan hem altijd nog een keer langs gaan, zodat je zeker weet dat het allemaal goed vast zit. Ik haal de steekmarkeerder er nu uit. Oh, ik zie dat ik hier, nou, dat maakt niet echt uit. Je pakt even goed dit punt, dan mag je eigenlijk nog wel een keer zoals ik het net heb gedaan, want ik dacht dat is niet mooi, maar dan zit dit punt zit dan mooi vast. Zo. En dan ga je weer verder met twee lusjes pakken. En hier zit je natuurlijk met een stokje. En hier heb je weer zo goed mogelijk zet je de oksel vast. Op het einde ga je door de lus heen, zodat je de draad nog een keer goed kan afvechten. En je werkt je draad af. Gaat nog een keer terug. Zo. Je pakt je schaar, je knipt af en je draait je werk weer naar de goede kant. En zie je dat je nu de oksel hebt gesloten. En je hebt hier, ja, hier ga je gewoon nog steeds verder met de mouw. Zie je? Dus dit is de mouw. Hier ga je gewoon. Ik heb deze draad er ook nog aangelaten. Zie je? Hier ga je gewoon iedere keer weer in het rond je mouw afmaken. En dit was de uitleg voor de mouw van het lentetruitje. En ik zie je graag weer terug bij de volgende video. Duimpjes omhoog, abonneren, hier op mijn foto klikken en tot de volgende video. Tot ziens!